en heren. Leuk dat u weer heeft ingeschakeld voor Tegelen in Vogelvlucht. De foto's en films zijn gemaakt door Tini van Leipzig. De presentatie wordt gedaan door Hilde Hekking en Sens Hortensius. De regie en montage waren weer in handen van Twan Verstraten en Martin Hekking. We hebben voor u de volgende onderwerpen. Slag en teelt in Tegelen. Een film over de expositie in Den Bosch van Jeroen Bos. Opendag bij de renovatie van huizen De Gouden Berg. En we sluiten af met een muzikale middag in Ulinksheide. Wij wensen u veel kijkplezier. Dit is de plaats voor de slakkenteelt in Tegelen. Het is achter de keramische fabriek aan de Venlose Weg. Wij zijn hier op bezoek bij de heer Paul Hafmans, oud-dierenarts hier in Tegelen en omstreken. Het bedrijf van de heer Hafmans heeft de naam Slakken aan de Maas. Hartelijk dank dat u ons wilde ontvangen om enige uitleg te geven over de slakkenteelt, meneer Hafmans. Dank u wel. Wanneer bent u begonnen hiermee? 2011. 2011? Ja. En hoe bent u op slakken gekomen? Ik had wat tijd over, vond ik. U was gepensioneerd? Ja, nou met 70, dan mag dat zo aan de hand. Ja. Dan ben ik de 67 niet meer voorbij. Ja, ik had wel een tuintje hier, maar daar kon ik ook niet al mijn tijd in kwijt. Energie? Ja, dat is waarschijnlijk. En toen ging ik wel anders bedenken. En ergens zag ik dan op YouTube, geloof ik, van een Nederlander. Die in België de slakkenkwekerij begonnen was. Dan ben ik er dus naartoe gegaan en gaan kijken. De slakken die kruipen en kunnen dan hier gaan graven. Deze hier hebben ze niet gegraven zien. Ik zal het in die zoekplaats. Als je nou heel veel geluk hebt, dan til je het dadelijk op. En dan zie je daar een slakje in het eier liggen. Dus we zullen hopen dat we veel geluk hebben. We gaan eens kijken. De buurman wel? Kijk eens. Ja. Zie je dat daar? Kijk, kijk. Hier onderaan. Heeft een mooi kuiltje gegraven, ziet u daar? Ja. En de buurman ook? De buurman is ook een buurvrouw in dit geval, sorry. Nee, zijn man vrouw gelijk. Dus, ja, hè? Ja, zijn hermafrodiet. Hoe arbeidsintensief is dit? Zie je, ben goed bezig. Ja, dat begrijp ik, want je moet echt iedere dag. Dat ben jij. Als het warm van binnen is, blijft warm. Als het koud van binnen is, blijft het koud. Ik moet warm hebben, 20 graden. En hoe komt u aan die 20 graden? Nou, ik heb onder een bak met water staan. En er zit een aquariumverwarming in. Oh! En dan ook een mooie temperatuur. Dit zijn wat eitjes. 2000 zo ongeveer, schat ik. 2000 eitjes? Ja. Dat zou mooi zijn als er 2000 slakken uitkwamen die u kunt zien. Dit is net helemaal leeg. Ik zie niks anders uit. Er zit ook nergens een slakje in. Oké. Dit zijn allemaal dus lege droppen eigenlijk. De eerste die ik net liet zien. En je ziet, de kleur is ook ineens heel anders. Ja. En je ziet hier binnen. En daar gaan ze kruipen al. Een paar kleine slakken. Dat zijn dus de minis, de babyslakken. Ja, dit zijn één dag oude slakken. Die zijn net geboren, net naar boven gekropen. Dat kan ook best plat zijn hoor. Hier komen de hele kleine slakjes in. Kijk, zie je zitten. En als je nou even voorzichtig. Daaronder ligt wat voer. Ligt een blaadje sla. Vind ze lekker. Het is mooi dat het moest zijn. En je komt altijd zoveel sla dat buiten een hok klaar heb. Wat. En hoe oud zijn deze nu? Een week of vijf. Dat is nu 5 weken. Ja, maar het is ook wisselende leeftijd, je ziet het. Veel kleiner en veel groter. Oh, kijk, daar komt hij. Ja, en ik vind het zo wonderbaarlijk. Eigenlijk, als je ze goed bekijkt, zijn ze heel mooi. Het is een wonderlijk dier ergens. Want dan zijn ze dus allemaal over de dinosaurussen. Maar in wezen is dit net zo interessant. En dit is handzaam. Ja. Dr. Hafmans stelt het voer zelf samen.
Zilverzand en veel kalk, dit is voor het huis. En het voer wordt in België besteld. Deze groeikassen zijn zelf gebouwd. Die witte streep die u ziet, is de voerregel. Ze leven op een speciaal soort zand. Kijk ze toch eens snoepen van al dat voer. Het gras is groener als bij de buren. Dus ze eten bij de bovenburen. Hoe kunstig is het om te eten met een huis op je rug? Dat is knap hoor. Je kan wel zien dat het lunchtijd is. Meneer Hofmans, mag ik u hartelijk danken? Wij lopen nog even naar buiten, naar de buitenbak. Ja. Maar mag ik u vast hartelijk danken voor de gedetailleerde uitleg? En wij hebben er veel van geleerd, maar ik hoop dat onze kijkers er ook wijzer van geworden zijn. Ja, dat we hebben. Dat het telefoonnummer staat erbij. Dus ze kunnen u bellen. In deze bakken worden de slakken verwend met lekkere slakkenhapjes. Alles vers groen. Als ze volgroeid zijn, moeten ze met de hand worden opgeraapt. Dat is een intensief karwei. Hier ziet u een huis van een volwassen slak. De witte rand, heet een sporenrand, is een teken dat ze volgroeid zijn. Dit is een huis van een Afrikaanse slak. In restaurants wordt er wel eens gesmokkeld. Dan wordt deze grote in drieën gedeeld en die stukken in kleine huizen gestopt. Niet netjes, maar je proeft er verder niets van. Dit is het eindproduct. En ook dat is allemaal in eigen hand bereid. We nemen u mee naar Den Bosch. In een tuin staan allerlei sculpturen. Dit is een geweldige stad. Veel te doen en te zien, bijvoorbeeld een tocht over de Dieze met een fluisterboot. Of naar de Sint-Jacobskerk voor de expositie van Hieronymus of Johan Bos. Hier zijn we bij een kunstwerk dat nadrukkelijk aanwezig is, de klok. Er is van alles aan te zien. Deurtjes gaan open en weer dicht. Poppen komen en gaan. We laten u rustig genieten van al dit moois. U ziet onder andere de drie koningen die langs Maria met Jezus lopen. De bovenkant is het laatste oordeel. U ziet de poppen verdwijnen in de hel aan de rechterkant of in de hemel aan de linkerkant. Bovenop staan de engelherauten, die sluiten het geheel. De klok onderaan het geheel is een astronomisch uurwerk. Dit is het uitzicht op de Sint-Jans-basiliek vanaf de vierde etage.
De meeste schilderijen zijn heel scherp en kleurrijk geschilderd. Er zijn veel meer luiken, 2, 3 en zelfs 4 luikschilderijen. Ertussen staan en hangen ook zijn beelden. Tussendoor bewonderen we de kerk zelf ook nog. De koepel, mooie plafondschilderijen en gebrandschilderde ramen. Dit zijn allemaal fantasiefiguren waar Jeroen Bos om bekend staat. Deze opnames zijn gemaakt in de kelder. Het is een aparte ervaring, zo'n kerkexpositie. Wel fijn dat de kerken nuttig gebruikt worden. Het zijn meestal prachtige gebouwen. De kerk telt in totaal 4 etages, vol met schilderijen en beelden, dus veel loopwerk. Voor de mensen die wat minder loopwerk kunnen opbrengen, is er ook een lift. We zijn weer buiten. Ook hier is weer van alles te zien. De volgende keer nemen we mee voor de boottocht. Open dag in de Sint-Martinusstraat in Tegelen. We nemen u mee naar Hartje Oud-Tegelen. De voormalige herberg De Gouden Berg was toe aan een enorme opknapbeurt. Zo ook de brouwerij en het stijfselfabriekje. Hier ziet u wat bouwtekeningen en alles wordt zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht. We staan hier in de oude gelagkamer, maar de meesten van u kennen dit echter als de verf- en behangwinkel van de familie Eulen. De heer Frans Eulen woont nog steeds boven in zijn ouderlijk huis. Deze plaquette zit op de buitenmuur. Het is een heel karwei, zoals nieuwe plafonds, nieuwe vloeren. Wat leuk is dat de nog bestaande trap langs het huis en het raam zo blijven staan. We zijn nu in de brouwerij. Tussen die wandjes stonden koperen jenever- en schnapsketels volgens Albert Huba. Er is nog veel werk aan de winkel. Alles is leuk afgewisseld met foto's. Hier nog wat oude muurankers en naar oud model van de spanten worden er weer nieuwe gemaakt.
Deze ketel is zeer waarschijnlijk een onderdeel van de stijfselfabriek. Dit is het recentelijk opgeknapte kranenbreukershuis. En zo wordt Oud-Tegelen weer een leuk plekje om te herontdekken. Het is een zonnige middag bij het klooster. We wandelen naar de plek waar het concert wordt gegeven en komen langs het cadeauwinkeltje van Emmaus Phoenix, waar onder begeleiding bewoners van de Witte Steen helpen in de bediening. We laten u nu verder rustig luisteren naar het fraais wat we kregen voorgeschoteld. Veel luisterplezier! En in die nette leuke tent
ich minnig junge Vent, sie gute Lebenskans. En merg weinig zondags geld en zonder spoorgebeld kost me toen heel vrij stappen. De mensen waren toen heel piek, maak ik hier dus het getien, voor hem kan ik niet snappen. Nog ver, nog dood, ik mag het schrikken. Dat mooi, zo lang vervlogen tien. Ik moet me kreugen al die denken. Die stad van vroeger zien we kwijt. Vroeger waren maar geen brak, maar ach wat woorden trak, nu zien er alweer drie. Nieuwe weg kwamen kloor en brachten meer gevoel, we jagen ons voorbij. Boy is in tijd van peer en keer, met peer de keutels her en der, en hoef gekletter op te keien. Dit tijd is er nog niet meer, dat duidt me gelijk zier, een andere wind kwam bij je. Ach, ver, nog dood, weg nog het schrikken. Ik ga die denken, die stad van vroeger zien we kwijt. Ach, ver, nog dood, ik nog het schrikken. Het mooi, zo lang vervlogen tijd. Ik wens me terug, ga die denken. Herijn, ik spreek het speciaal opdragen aan de Meulenzangers. Het liedje gaat namelijk ook een beetje over jullie, alleen dan een beetje in de vrouwelijke vorm. Als je in een koor zingt, heb je altijd verschillende partijen. Je hebt de hoogste stem, je hebt de middelste stem en je hebt de laagste stem en soms nog veel meer stemmen. Nou heb ik altijd de pech dat ik in de koren waar ik in zong, de laagste stem moest zingen. En het nadeel daarvan is dat je dan nooit de melodie mag zingen. De hoogste stem, de sopraanpartij noem je dat bij een vrouw dan. De sopraanpartij die zingt altijd de melodie van de stem, de melodie van het liedje. En de stemmen daaronder, die zingen altijd de oetjes en de aatjes en de extra effectjes. Maar die mogen nooit de melodie zingen. Nou, als je jarenlang in koren zingt, dan bouw je op een gegeven moment langzaam, maar zeker, bouw je een enorme frustratie op. En die wil ik graag uiten in het volgende liedje, in het Engels, The Altos Lament. I've had much good luck as a performer. I've been cast in almost every show. From Carousel to Hair, on Broadway I was there, but you never, never know. Perhaps you picked me out last year in Phantom, or underneath my dirt in Miserable. But if you try to pick me out from all the voices in the crowd, I'm certain that you must have had a problem. My plight is quite familiar to those who thread the boards at the Nederlander, Schubert, or Rialto. Although I've got a great high C. The reaction seems to be, that's great dear, but we need you to sing alto. Please, give me a chance to sing melody. Give me a crack at the tune.
I'm filled with chagrin every time I begin. By the light of the silvery moon, just one little shot at the melody. Give me a moment to shine. I'm sick of, can't help loving that man of mine. Just look at Oklahoma, for example, the rousing title number of the show. While everyone is singing Oklahoma, I get sky, yo ho. And now a medley of some of my final roles. The hills are alive with the sound of music. Three little mates from school are we, purred as a schoolgirl well can be, filled with the gimme girlies glee. Three little mates from school. Touch me, it's so easy to leave me. What mirror where? Which one where? Who? Such a pity me. Such a pity me. Oh, please pull a few strings for the melody. Don't care if my solo is teeny. It would be nirvana from heaven, such manner to sing something other than swinging. I'm down on my knees for the melody. I'm begging with all of my might. Just half a bar and let this chorus go. Be a star. Dat u weer met plezier hebt gekeken naar wat wij u hebben voorgeschoteld. En we willen u dan weer graag terugzien aan de andere kant van het scherm bij onze volgende uitzending. Voor nu nog een fijne zomerse dag. Dag allemaal!